Ik sta momenteel in een vrierenhal. Ik ben namelijk bij Rooftop Kings en ik heb 7 van mijn kijkers uitgenodigd. En deze 7 kijkers hebben allemaal 1 ding gemeen. Ik ben een vrierenhal. Deze 7 deelnemers gaan het tegen elkaar opnemen in verschillende uitdagingen. Wie is uiteindelijk de beste vrierenhal, maar ook de slimste vrierenhal? Want die gaat naar huis met 100 euro. We gaan naar de deelnemers. Hier achter mij staan 7 deelnemers. Maar na deze ronde zijn het er nog maar 6. Eén van jullie gaat naar huis met 100 euro. Nou, simpeler kan ik die maken. We gaan meteen beginnen met ronde 1. Ik ben Chabi, ik ben 18 jaar en ik zit 8 jaar op vrierenhal. Jason, ik ben 20 en ik doe nu 2 jaar vrierenhal. Ik ben Owen, ik ben 15 jaar, ik doe al 7 jaar vrierenhal. Ik ben Gerard, ik ben 22 jaar en ik doe al 5 jaar aan vrierenhal. Ik ben Koen, ik ben 18 jaar en ik doe nu 7 jaar vrierenhal. Ik ben Dario, 20 jaar en doe 6 jaar aan vrierenhal. Ik ben Bent, 17 jaar, ik doe 7 jaar vrienden. De eerste ronde is heel simpel. Jezelf voorstellen, dat is al gebeurd. En nu krijgen jullie van mij 10 minuutjes de tijd om elkaar nog iets beter te leren kennen. Ga lekker trainen, leer elkaar kennen. Yeah. Look at me soaring now. Giving my soul, I pour it out. Been honest before, what you seeing now. Back when I couldn't afford a house. I used to sleep in the Prius, no heater on site at my campus. Dropped out for a job, I just couldn't manage. Was racking the debt, made it hard to see family. I ran out of panic, I started to grind at a studio. Don't tell my girl I was homeless. De 10 minuten zijn voorbij. Als het goed is hebben ze elkaar een beetje beter leren kennen. Wat voor tricks ze allemaal kunnen. En nu komt het vervelende, de vervelende ronde. Jongens, 10 minuten zijn voorbij, kom maar bij. Dit wordt echt vervelend, want je stemt dus gewoon iemand eruit zonder dat je eigenlijk mee hebt gedaan met de challenge. Want de challenges komen pas hierna. De eerste stem is voor Jason. Stem nummer 2 is voor Koen. 1 voor Jason, 1 voor Koen. Stem nummer 3, Owen. Gaat wel verdeeld. 3 verschillende tot nu toe. Ik hoop niet dat iedereen op iemand anders heeft gestemd. Stem nummer 4, Dario. Met een D. 4 verschillende. Volgende stem is voor Bent. Nog steeds alleen maar verschillende. Volgende stem. Xavi. En de laatste is van Gerrit. Ik weet niet hoe het is gebeurd. Misschien hebben ze stiekem een packje gesloten. Maar in deze ronde is dus niemand afgevallen. Dus dat betekent dat ik een extra ronde erbij ga toevoegen. Dus laten we meteen doorgaan naar ronde 2. Jullie hebben elkaar heel hard gegund. De jongens zijn slim geweest. Ze hebben niemand eruit gestemd. Maar deze ronde gaat er daadwerkelijk wel iemand afvallen. Want we gaan namelijk backflips doen. Niet zomaar backflips. Iedereen gaat om de beurt een salto doen. Als je hem stikt, ben je door naar de volgende ronde. Stik je hem niet, moet je nog een keer. En degene die als laatste dus nog aan het salto maken is, die valt af. Dario, mag beginnen. Ja, je bang. Mooi, mooi. Helaas. Helaas, wel goed geprobeerd. Oh, ja, ja hoor! Heel goed, dat was hem wel. Ah, kunnen we niet tellen? Die tellen we ook niet, dus 2 zijn in ieder geval nog niet door. Oh, gestikt! Dit zijn de jongens die de eerste ronde van ronde 2 hebben overleefd. Dus die gaan door naar ronde 3. En dit zijn de jongens die nog ronde 2 van ronde 2 moeten doen. We gaan zien wie van jullie doorgaat en wie van jullie niet. Ik wens jullie succes. Steen, papier, schaar. Wie als eerste gaat? In steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oké. Jij eerst. En om het helemaal eerlijk te maken, gaan we naar sideflip. Die kunnen ze allebei, maar we gaan wel op de grond een sideflip doen. En degene die hem als eerste stikt, die gaat door. Succes! Oh, laat weten wie jullie denken dat doorgaat. Oeh. Als je hem nu stikt, hè. Ja. Deze was. Was heel goed. Jason. Helaas. Jason, ja, kan gebeuren. Wel goed, meegedaan. Lekker. Jason valt af. En we gaan door met deze 6 deelnemers. Applausje voor jezelf.
Oké, jongens. In de airbag en op dat plateautje liggen briefjes. Pak er één. Succes. Is dat vrienden, en die... Oh. Maak hem nog niet open. Mag een kaartje. Hou hem in. Oké, maak jullie briefje open. Iedereen heeft een nummer. Ga bij je nummer staan. Oké, jongens. We hebben hier 1, 2 en 3. Wat denken jullie dat jullie van elkaar zijn? Teamgenoot. Ah, helaas. Jullie gaan het tegen elkaar opnemen in een cathang. De verliezer van dat wedstrijdje, die gaan aan het eind met z'n drieën nog een cathang doen. En de verliezer daarvan, die valt af. Dus probeer zo lang mogelijk te blijven hangen. Voor de mensen die niet weten wat een cathang is, ik ga het even laten zien. Knieën lekker naar boven, zo lang mogelijk hangen. Twee vrienden tegen elkaar, ze zijn hier samen gekomen. Maar eentje kan doorgaan. En eentje die gaat naar de verliezersronde. 3, 2, 1 en go! Omhoog. Heel goed. Dit wordt nog een spannende. Ze houden het langer vol dan ik had verwacht. Hou vol! Kom op! Ja! Je bent door. Je bent door. Lekker, goed gedaan. Oh, deed hij goed. Lekker gedaan. Jij moet naar de verliezersronde. Maar hij heeft nog een kans om door te gaan. Lekker gedaan, jongens. Dit zag er goed uit. Gaan we door naar team 2, wat geen team is. Koen is in ieder geval zeker van ronde 4. Dario tegen Owen. Jullie mogen gaan hangen in 3, 2, 1. Go! Oh. Hou vol, voetjes mag je wel blijven verplaatsen. Hou vast! Ah! Oh. Goed geprobeerd en daar gaat hij ook hoor. Oh, ziek. Dario is door naar ronde 4. Owen die mag nog zo meteen de verliezersronde doen. En nu is het Xavi tegen Jared. 3, 2, 1, go! Het gaat goed hoor. Ja. Allebei de kanten. Oeh. Ah! Kijk eens aan. Volgende. Jared, door naar ronde 4. En we hebben 3 mensen die deze ronde hebben verloren. Maar die hebben nog 1 kans. Allemaal op dezelfde muur. De verliezersronde. Xavi, Owen en Bent tegen elkaar. En degene die er als eerste afvalt, ligt uit het spel. Zijn jullie klaar voor jongens? In 3, 2, 1, go! Als je tweede wordt, is het genoeg. Ga mooi op de shirt. Kom op. Kom op jongens, hou vast. Hou vast. Nee! Oh mijn. Shit. Hey, dit was bizar. Ik had dit niet zien aankomen. Door naar de volgende ronde. Door naar ronde 4. 5 deelnemers die nog kans maken op 100 euro. Wat ze zo meteen mogen gaan doen. Ze krijgen 5 minuten de tijd om een mini vrieren / parcourslijn te verzinnen. En degene die mij en Redouan, de eigenaar van deze hal, super tof dat we hem mogen gebruiken. Van harte welkom. Ons het meeste overtuigt. Wij gaan bepalen wie er doorgaat en wie er afvalt. Jongens, 5 minuten de tijd. Succes. Ik mag hem niet nahappen. De jongens zijn hierachter nog lekker aan het trainen. Nog 1 minuut. De 5 deelnemers hebben getraind. We gaan gewoon beginnen. Is er iemand van jullie die als eerste wilt? Dat is goed. Oké, let's go. Dat is goed. Owen gaat als eerste. En Redouan en ik gaan boven staan en beoordelen. Nice. Ball spin. Dit gaat goed. Oh.
Helvi. Redouan en ik hebben heel goed besproken en gekeken. Sikke runs van iedereen. We gaan erachter komen wie er door zijn als eerst. De eerste die door is met een cijfer van een 8. Jij mag zeggen. Niemand minder dan Ben. Ben. Lekker hoor. Lekker hoor. Een hele goede run. De nummer 2 met een 7,5 is niemand minder dan Dario. Oké, en de derde is met een cijfer van een 7. Owen. En dan houden we er nog 2 over. Ja, ze hadden allebei een hele nice run. Eentje heeft een 6,75. De andere een 6. En degene die door is met een 6,75 is Gerald. Heel goed gedaan. Yes, oké, bedankt voor het meedoen, Koen. De laatste 4 hier achter me en we gaan door naar ronde nummer 5. Applaus voor jezelf dat je zo ver bent gekomen. Heel goed, jullie strijden nog voor de 100 euro. Ik had gezegd, goed freerunnen en slim freerunnen. Deze ronde heeft met je kennis te maken, want ik ga namelijk 3 dingen voor. En jullie moeten van alle 3 de dingen raden hoe ze heten. Oké, Dario. Wat was de eerste beweging die ik maakte? De eerste was een cash. Oké. Dash. Volgende. De volgende was miss backside. Oké, en de laatste? Ik zeg backside. Wat was de eerste beweging die ik maakte? Cash. Oké, en de tweede? Flip. Tunnel. Oké, en de laatste? Weet ik niet. Ik zou zeggen gainer side, maar is naar de zijkant, maar... De eerste beweging was een? Cash. De tweede was een? Miss backside. En de derde was een? Cheat contra. Oké. Wat was de eerste beweging die ik maakte? Een kong naar dash. Tweede was een? Misstep side. Oké. En de laatste? Sideways backflip, ja. Iedereen heeft zijn antwoorden gegeven. Er zaten veel goede tussen. Ook een paar die niet klopten. 1 hebben jullie allemaal niet goed geraden. Dat was de laatste. Het heette namelijk een Casper Gainer. Nou, dat weten jullie vanaf nu. Dat is een Casper Gainer. De allereerste was een cash. Iedereen had het goed. Iemand had hem eigenlijk ook goed, maar de volledige benaming niet. De middelste die ik deed was een... Misleg sideflip. En helaas moet er 1 iemand afvallen. En dat ben helaas jij bent. Helaas. Je was heel dichtbij, want hij zei misstep. Maar het moest misleg zijn. Dus bedankt voor het meedoen. Je bent in de top 4 geëindigd. De laatste 3. En dan komt nu een hele leuke ronde. Want ronde 6 mogen jullie terug gaan kijken naar de al afgevallen deelnemers. Want zij gaan 1 van jullie eruit stemmen. De 4 afvallers zitten hier. Zij mogen zo meteen 1 iemand met z'n 4 eruit stemmen. De andere jongens mogen nog wel een leuk verkooppraatje maken of iets leuks doen om jullie om te kopen. En dan mogen jullie met z'n 4 overleggen wie eruit gaat. Oké, jongens, het is heel simpel. Als ik win, splitsen de buit. Heel simpel, dat is het. En ik ben serieus. Ik kan jullie pink zweren, je hebt een splitsen de buit. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, ik heb niks bedacht. Maar ja, ik hoop gewoon dat het een leuke finale wordt voor degenen die wel doorgaan. Ja, zoek het zelf lekker uit, zou ik zeggen. Sowieso als eerste mogen de beste winnen. Maar ik ben als 15-jarige tussen alle grote jongens. Jullie kunnen allemaal zieke flips. Ben ik zo ver gekomen, moeten jullie mij toch wel een beetje gunnen om in de finale te komen. Dan zijn we nu aangekomen bij het ultieme besluit. Want deze jongens mogen namelijk iemand eruit gaan stemmen. Wie is door van deze 3 jongens? Sowieso. Ja, we hebben inderdaad even overlegd, ook over jullie speech. En sowieso 1 ding vonden wij heel erg dat we moesten belonen. En dat is Owen. Nu wordt het spannend. Wie is er als laatste door naar de finale en wie valt er af? Dario was gewoon heel puur, heel open. Ik wil gewoon gezellige tijd hebben, maakt mij eigenlijk geen reet uit. Dat is mooi, 20 euro is ook lekker. Dus het was een lastige keuze, maar... Ik ben iets duurder dan 20 euro, dus Dario heeft gewonnen. Yes! En we gaan door naar de finale. Let's go! De 2 finalisten, jullie zijn van ver gekomen. Die hebben het allebei gehaald. De finale challenge is een parcoursje op snelheid. Dus degene die het snelste doet, die wint zometeen de 100 euro.
En we hebben iemand die het voordoet, namelijk Redouan. Dus onze vrienden-school te representen. Wil je nou komen? Check dan even het linkje in de beschrijving. Komt goed. Succes Dario, succes Owen. We gaan het zien, laat weten. Wie denk jij dat gaat winnen? Zet hem op. Je mag starten in 3, 2, 1, go! We gaan door naar Owen en dan komen we erachter wie de 100 euro heeft gewonnen. Dan mag je beginnen in 3, 2, 1, go! Dit was echt goed. Dit was echt goed. Lekker gedaan, man. Lekker gedaan. We gaan erachter komen wie deze challenge gewonnen heeft. Aan het begin van deze video waren we met 7 vierrunners. En nu, op dit moment, zijn er nog maar 2 over. En één van deze 2 jongens heeft 100 euro gewonnen. En had dus de snelste tijd. De winnaar van deze challenge is... Dario. Dario. Jongens, heel goed gespeeld. Dario, deze voor jou. Jij bent de winnaar van deze video. Tweede plaats gaat natuurlijk niet met niks naar huis. Alsjeblieft, 25 euro. Jongens, bedankt voor het meedoen. Ja, geen probleem. Dit was echt heel sick. Echt goed gedaan. Lekker jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vond je het nou leuk? Laat zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. Check jullie bij een volgende video. Later!